verschrikkingen die je dan meegemaakt hebt. Hey, de honger. Ja. En dan denk je, ja, ja, mensen die er niet meer zijn en waarmee die nog leven en waarmee omgaan, daar denk je het eerst aan. Het verhaal van de Merwede-gijzelaars begint als een onschuldige bakker uit Giessendam wordt doodgeschoten door NSB'ers. Het verzet in de Alblasserwaard komt met een vergeldingsactie. Twee NSB'ers komen daarbij om het leven. Dat pikken de Duitsers niet en op 16 mei 1944 worden 600 mannen in de Alblasserwaard opgepakt en afgevoerd. Wist u waar hij heen ging? Nee, dat wisten we toen nog niet. Maar later werd dat bekendgemaakt natuurlijk. Toen zijn we in Amersfoort, kon het trouwens gaan terechtkomen. Nee. En dan was het behouden braken en dan drie hoog was het dat. En dan was strooi lag hier en dan lag hier in het strooi zo. En hij dan s'avonds met je hoofd bijvoorbeeld, of je lag te praten en dan kwam zo'n SS'er en dan kreeg je slaag. 3 maanden verblijft Jan van Lopik in het strafkamp in Amersfoort. Het is een verschrikking. Allemaal luis en ongedierte en je kan het niet begrijpen. Je zit helemaal onder de een erger dan de andere. En je krijgt honger aan je. Ja. En je krijgt weinig eten. 25 mannen uit de Alblasserwaard keren niet terug uit kamp Amersfoort. Toch is het verhaal bij veel mensen niet bekend. Een boek en een dvd moeten daar verandering in brengen. Er werd weinig over verteld. Waarom niet, weet ik niet. Of dat ze het niet wilden. Of dat ze... En ja, nu hebben we nog net op tijd de kans gehad om het vast te leggen voor het nageslacht en voor wie erin geïnteresseerd is. Ik heb dat nooit zo geuit, want ik hield niet van die... Ik ben niet zo'n herdenkingsmens en ik vertel er nooit zoveel over. Want je schiet je toch niks mee op. Maar uiteindelijk is het wel goed dat dit ter borde gebracht wordt. Dat vernageslacht.